is zo mooi. Kijk eens hoe mooi. Wauw, kikken. Ja, dat lijkt me wel, maar... Ja, waar? Nee joh. Hey, dit is een leuke klok. Rodi heeft dus deze gekocht. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Hoe toevallig. Ja, het is vandaag donderdag 20 januari 2022. Precies dat. En het is nu bijna 3 uur, nog 2 minuten. En zoals jullie zien zitten we in de auto. Ja, dat kan kloppen, want we zijn bij de dierenvoedselbank geweest en ik heb weer wat iets mee mogen nemen. Ja. Maar dat zien jullie zo meteen en wij wensen jullie weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk eens hoe mooi. Wauw, kikken. Deze is gaaf, hè, jongens. Mooi kont ook, hoor. Kanonnen. Mooi kontje. Ja, laat je horen dan. Hè? Huh? Mooie vleugels erop. Kijk. Ja. Eindhoven. Nog wel. Wat zei je nou? Niet mee bezig, wel jammer. Waarom is dat jammer? Ja, nou, niet mee bezig. Nee, jij zeker niet. Of ik niet. Over of die andere kind. Ik niet mee eens, zei je. Oh, nee. Maar ik had het over dat kind en die aan het huilen is. Maar... Ik ben het er niet mee eens, nee. Ik ben ook niet mee eens. Niet? Nee. Jammer. Of niet? Jammer. Nee, ik ben het er niet mee eens. Nee, ik ook niet. Scheelt weer. Ga maar. Spijtig. Ja, spijtig, hè? Dat is heel spijtig. Ja, dat dacht ik al. Nou, zoals je ziet lopen we dus weer in de Jumbo. Zoals altijd, zeg maar. Hè? De Jumbo. Ja. Paprika-titels. Ja, ik vind het duur. Ja, kijk, dit is nieuw, hè? Deze, dit hier, mooi vlaggetje hier, ja, zeker. Maar dan komen ze dus namelijk met nieuwe chips. Is grappig, is leuk. Kijk, dan hebben ze deze. Dus ze hebben de blauwe, de groene en de gele. Voor dat. Dat kan je beter doen. En dan hebben ze ook nog, niet te vergeten. De groene en de oranje voor die prijs. Nee, lijkt me niet handig, nee. Nee, ik vind het niet handig. Maar ja, wie ben ik? Hè, schat? Ja. Dus ja, we zijn even in de Jumbo eventjes kijken wat we willen halen. Ik ben sowieso net even bij de Voda geweest. Voor mijn abonnement, maar die kan ik gewoon zo laten en er wordt niks aan veranderd. Wat kijk je, schat? Even, ik hoor je niet en mensen ook niet. Wat is er? Vertel. De Cheetos. Ja. Mac and Cheese Flaming Hot. Cheesy Lapayette. Ja, en pak dan eventjes, laat het even zien. Deze. Ja. Ja. Nee. Ja. De groene. En dan hebben we de groene. Ja. Maar waar is die andere? Bolt en cheese, de kale en de kaas. Dat weet ik ook niet. Dan moet je het even vragen. Misschien bij de ontbijtspullen hier zometeen. Nee. Ja, hier op het hoekje hier. Het hoekje. Ja, misschien en bij de ontbijt. Nou, we gaan het even bekijken of het bij de ontbijt is. Kijk, dan hebben we even Euro even in beeld. Misschien, ja, ik weet het niet. Ik weet niet bij die dingen staan. Ja, dat lijkt me wel, maar. Ja, waar? Nee joh, nee. Dat zeg ik, dit is dus namelijk ontbijtspul dit. Ontbijtspul? Dit is, hè? Ontbijtspul.
Ja toch? Dit... Mogen wij wat vragen? Mogen wij wat vragen? Hoort het niet? Nee, echt hè? Sorry schat, even opletten. En die hele pad is niet voor jou. Nee, niet waar. Zo, we lopen even lekker in de action. Ja, in de RHCTO. Top. Hey, dit is een leuke klok. Zet het niet voor je tijd hè? Deze klok zie ik, maar ik vind hem echt gewoon niet mooi. Echt niet. Ik vind hem echt niet mooi. Misschien wat voor mama. Nou man, als je een mooie klok wil, een mooie bling bling, €12,50. Ja, dus dan weet je het zeker. En bij de action, ja. Dan haal ik het weekend wel eventjes een kleed. Moet wel even een washandje en even gewoon een... En ik heb ook wel... Gewoon even... Gewoon even... Oh ja, moet ik ook even kijken, ja. Of niet zo'n hele grote of zo. Dat hoeft dan ook wel weer niet. Maar gewoon dat het... Hoe bedoel je? Zou kunnen. Maar waarom is alle washandjes nou weer in dubbel? Nee, dat is niet handig, nee. Hè? Oh, die en die zijn gewoon los. Ah, kijk, dat is handig. Maar ik wil de... Ja, ik wil gewoon eigenlijk een groene, want dan wijk ik af van even mijn eigen kleuren, zeg maar. Wat anders heb je? Ja. Die daar. Maar dan moet dat gewoon even echt in die bak. Dan moet daar gewoon lady op. Want omdat ze wel ouder wordt, vind ik dat wel even... wat en wat voor... Hoe duur is die zwarte? Is die... Yeah. Ja, dan kan je ze daar beter op... Ja, maar die is duurder, denk ik, schat. Denk ik zo. 1, 2, 3, 6, 18. Ik laat het even zien. Kijk, we staan dus nu hier en bij de handdoeken en alles. En deze is 5,50. Oh, toiletmatjes. Ja, dat is een heel ander verhaal. Ja, oké. Oké, ja. Daar is ik al. Dit is duurdere. Toiletmatjes, deze. Nou, volgens mij niet hoor. Ik wou net zeggen, dit is een heel andere. Maar wat is het verschil tussen, of zijn dat hetzelfde? Want deze zijn meer nopjes volgens mij en dan die. Dat is een hele andere volgens mij. Kijk eens even naar de code. Oh wel, oké. Ja, ik zie het daar al. Nee, niet. Oké, het zal wel. Ik vind het prima, ik vind het best. Ja, daarom. Dus even kijken, want waarom? Deze bak gaat voor lady worden, echt alleen voor lady. Daar komt dus een kleed in, een handdoek en een washandje. Want ze wordt ook ouder, vanzelf. En hoe ziet die eruit dan? Of is dat gewoon met... Oh ja, oké. Nee, oké. Dat is duidelijk. Top. Lekker, toch? Dat denk ik wel, ja. En dit is ook heel makkelijk te wassen, denk ik. Dit is een badmatje, dus het kan de smaak om nat te worden. Ja, daarom. Dus ik denk dat dit handiger is, ook voor lady. En gewoon voor op de bank. Ja. Want ik weet waar ze tegenwoordig heel graag in wil liggen. En dat is dat bij je bij eindstuk. En dat is nou twee. Eentje voor in de was en eentje om op te liggen. Ja. Maar dat kan TCT ook. Ja, dat kan ook TCT. Een handdoek hebben we, dus... Kijk, als de andere dames er in principe op gaan liggen, is het ook niet heel erg. Maar het is echt, als ik gewoon thuis ben en ze wil op de bank liggen, dan kan ze daar lekker op liggen. Mm-hmm. En waarom we dit halen, vertel ik jullie later. Want ik moet ook nog jullie ergens anders mee op de hoogte houden. Heb ik nog niet gedaan. Nee. En ze had hier ergens bij de Action, schat. En van die, kijk, rockpainting. Voor €2. Wil ik even kijken wat er allemaal in zit. Er zitten emoties in. Je hebt stenen.
Je hebt glitter, smiley, vier paars, blauw, geel en zwart. Ja, ja. Zit ook gelijk stenen in? Nee, geen stenen. Jawel, dat denk ik wel. Dat er gelijk stenen in zitten. Er zit een stencil sheetje in. Ja, wel. Wel is het waar. Ook stenen. Stenen, ja. Zeker wel. Stenen. Zeker wel. Drie ratsen zitten erin. Ja. Is handig, hè? Nee. Die wist je niet, of wel? Nee. Daarom, en dat ik er ook even wou kijken. Wat denk je waarom die ander zo zwaar is dan? Geen idee. Niet even mijn lol of zo, hoor. Nee. Waar kijk je naar, schat? Wat? Ja, dat is gewoon een hoes, schat. Wat je om zo'n aankleedkussen moet doen. Oké, ja, voor? Oh, voor lady bedoel je? Ja, ja. Waar is mijn swipejes eigenlijk? Dat zie ik ook nergens, maar het zal wel. Ja, we gaan weer naar de auto. De auto die staat, voor mijn gevoel stonden we hier ergens, maar of van de rode heeft hem niet verplaatst volgens mij. Ah, ik zie hem al. Ik zag hem net even niet. Nee, ik zag hem even niet, maar hij is zo klein. Let op, zien jullie onze auto? Nee, hè, ik wel. Kijk, achter deze witte auto, daar staat hij. Maar ja, hij is zo klein, dat zie je niet. Dus ik moest even kijken. Kijk, let op. Kijk, daar zie je hem. Maar als je vanaf daar afkomt, dan zie je hem niet. Nee. Kijk, en daar loopt de Rome met de kar. Mogen nog meer gaan installeren. Dat is leuk. Dat is gewoon grappig. Ja. Die aan. Aan. Wat heb jij nou weer? Ja, wat is dat? Wat? Ja, nu wel, ja. Yay! Ja, geef maar. Ja, voor mij, hè. Ik vond het. Ik heb een happy stone. Ja. Ja, happy stone. Kattenka? Kampen. Stones kampen, oké. Okay. Ja. Maar hij is niet echt goed finished. Nee, dat is jammer. Moet ik zeggen. Dus ik doe het even thuis even beter. Ja, ik ga hem thuis even beter finishen, want hij is niet goed finished. Het zit eeuw. Nou, ja, niet eeuw, maar. Waar wil je dat ik hem neerleg? Bij me houden. Oké, okay. Doe ik dat. Nee. Zo. Kijk, nou zit hij wel dicht. Hij wou niet dicht. Nee. Is irritant. Ja. 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 Ja, is leuk. Is grappig. Weet je wat ik ook zo mooi vind, mensen? Dat vind ik mooi. Ja. Nou, ik ga zitten. Tataratatat. Zo, ik zit in de auto. Lekker. Echt. Happy Stones kampen. Happy Stones kampen. Nou, ga eens even kijken. Oh. Ja, oh, help. Ja, nou ik ga eens even kijken waar dat is. Happy Stones kampen. Ja. Ja, ik ga nog even kippie halen bij Kippie. Ja. Even kippie halen bij Kippie. Oeh, ik had er zin in. Ja. Ik heb er gewoon zin in. Dus dan gaan we dat doen ook, hè. Kippie halen bij Kip. Ja. Gewoon doen. Als je ergens zin hebt, moet je het gewoon doen. Dus dat ga ik ook doen ook. Ja hoor. Ik ben heel rood, die staat hiernaast. Maar ik ga even kippie halen. Dankjewel. Vind ik leuk? Ja. Kippie halen bij Kip. Nou, Kippie is weer binnen. Van Kippie vandaan. En Rodi staat daar. Helemaal top. Helemaal goud. Dus ik ga even instappen. Vanzelf. Ja. Lekker even instappen. Hey. Hi, schat. Zo.
Ja, nou, daar zit ik dan. We gaan op weg naar huis. Rodi heeft dus deze gekocht. Ja, dat is leuk. Ja. Want het was ook nog een rode. Die had de collega gisteren meegenomen. Nou, die was behoorlijk heet. En had hij een half zakje saus ingedaan. Ja. En zegt van, nou, er is er nog een groene. Nou, die is nog ietsje pittiger. Nou, ik stond nu al in de fik, zeg maar. Ja. Ik hou wel van pittig eten, maar dat was wel pittig, zeg maar. Oké. Okay. Zal ik even proberen, dat schijnt de mildste te zijn. Kijk okay. Wat het is. Ja. Want hoe ziet dat eruit? Benieuwd. In het zakje zijn het van wokkels. Ho, even iets. Ik moet even scherp stellen. Dat is het probleem. Nee, je moet niet iedere keer draaien, schat. Even wel tegen dat zwarte aan. Ik kan hier even scherp stellen. Ja, kijk, nou is hij mooi scherp. Goed zo. En het zakje. Oké. En het zit eigenlijk gewoon los in het doosje. Ja, oké. Dus dat. Gaan we even kijken. Oké. Okay. Zo, schat, jij wil iets laten zien? Ja. Dit is ook iets voor jou. Ja, dat zometeen. Dankjewel. Allemaal top. Dan moet je lachen. Waarom moet je nou weer lachen? Ik heb die dingen voor mezelf gemaakt. Ja. Dat heb ik allemaal opgegeten. Ja, dat is mooi. Maar wat wil je laten zien? Vertel. Deze hier. Deze jongen. Oeh, doe maar eens even hier even op. Even. Dat is wel heel groen, hè? Ja, daarom juist. Dat is leuk. Wacht er maar bij. Ja. Ja, oké, vertel. Het is een slimme LED-lightstrip. Ja. LED is light, emitting diode. Dus LED-strip. En hij is dus 5 meter, oké. En wat kun je er allemaal mee? Vertel dat eens even. Nou, je kan dus het aandoen, dan krijg je licht. Oh ja. Je hebt verschillende kleurtjes van licht. En je kan hem ook uitdoen, dat is natuurlijk wel handig. Ja, oké. Telefoonbediening bij. Ja. Je moet wel een telefoon hebben, een smartphone. Zeg maar. Ja, oké. Okay. En omdat jij zo'n Google Nest Hub hebt. Heb ik die dan? Die heb jij. Twee nog wel. Ja, één in de keuken, één in de badkamer, één in de slaapkamer, één in de achterkamer. Nou, dat is nog een... niet? Nee, dat niet. Dan moet je even bestellen hoor dan. Ja, precies. Wauw, echt niet. Even doorbestellen. Oké. Okay. Maar je kan via telefoon bedienen. Ja. Je kunt nu een kleurtje rood, een kleurtje blauw, een kleurtje geel, groen, whatever. Mhm. En je kan hem ook stroop zetten, weet ik wat allemaal. Je kan hem laten lopen voor de kerstverlichting. Met je allemaal met je telefoon. Oké. Okay. Maar je hebt dus die Nest Hub. Ja, die en die staat dus daar, hier. Ja. Maar omdat je dus deze applicatie hebt op je telefoon. Ja. De LSC Smart Connect Hub iets. Ja, dat is deze, ja. Die heb je ook op je telefoon staan. Ja. En je telefoon heeft ook Google Home. Ja. En die applicatie kan je dus koppelen met Google Home. Oké. Goed om te weten. Zoals we eerder gedaan hebben met andere lampjes in huis. Oké. Goed om te weten, ja. Deze netstrip gaat dan ook weer via de applicatie. Moet je even connecten van oké, die lamp hoort daarbij. Dan gaat die knipperen. Uh-huh. Verbinden. Uh-huh. Dan hangt die dus in je applicatie. En aan Google Home ziet hem dan ook meteen. Oké. En dan kan je dus een locatie aanwijzen. Die lamp hangt bijvoorbeeld in de wc. Ja, oké. Oké, netjes. En dan okay. Roep je dan tegen Google dat Nest hebt. Van hey Google, gooi eens even de lamp in de wc aan. Dan doet hij dat. Mm-hmm. Helemaal goed. Dus die luistert naar jou. Oké, top. En wat zit er allemaal in? Moet ik eventjes het plakbandje eventjes er vanaf peuteren? Oh, even eraf. Peuterd. Dan gaan we dat er even vanaf peuteren. Zo, doe ik hem even zo verder. Zo. Nou, even kijken wat er allemaal in zit. Wat zit er allemaal in? Ja. Tromgeroffel. Ja. Oké, wat zit er allemaal in? Er zit natuurlijk een adapter in voor de stroom. Oké, ja, een stekker, ja, oké. En een lege doos. Dat is vaak zo, ja. Dus een adaptertje, oké. Dat is toch een
papier bij. Ja, dus dit is de beschrijving. Dus dit is dus in het Nederlands. Helemaal top. En dan nog een handleiding. En nog een zakje. En het is altijd even handig om te weten, als stel je knipt hem door, stel je gaat hem hier knippen, dan kan je hem dus ook niet meer eraan koppelen, zeg maar. Dat gaat dus niet, helaas. Ja, dat is een koppelstukje voor nodig. Ja. Oké, okay, ja. Mooi zakje. Heel mooi zakje. Oké, en... Oké. Er zit een bandje, noem je dat? Ja, nou. We gaan hem openmaken. We gaan even op je handen kijken. Oeh, kijk. Hoe mooi. Oké. Okay. Een afstandsbediening nog wel. Alweer erbij. Nou, nog die. Een afstandsbediening. Pressen dingetje. Om de afstandsbediening ergens op te plakken. Nee. Dat is voor deze achterop. Maar en die gebruik ik eigenlijk nooit. Die kan je achterop plakken. En dan kan je aan de muur plakken. Ja, precies. Dus dat is handig, ja. De afstandsbediening. Dus ja. En 5 meter led zit er op de rol. Ja, 5 meter. Dus is aardig wat. Ik vind dit een beetje een oude filmrol, zeg maar. Ja, echt hè? Daar dacht ik ook al aan. Ja, klopt, correct. Ja. Dus nee, hij is mooi. Heel mooi. Heel mooi gedaan, heel mooi. Ja, top. Gemakeld. Ja, zo, vandaag een hele rare dag eigenlijk, moet ik zeggen. We zijn naar de dierenvoedselbank geweest en naar de Jumbo. We hebben hier het een en ander wat opgeruimd. En we zouden even wat, namelijk die ledstrip gaan plaatsen. Maar er blijkt dus een lekstroom te wijzen in die ledstrip. Dus die moet morgen ingeleverd worden en dan weer een nieuwe erbij halen. Nou ja, niet erbij halen, maar ruilen. Verruilen komt huilen, zeggen ze, maar dat is nou niet. Maar ik ga morgen nog jullie even bijpraten over het ziekenhuis, wat daar is gebeurd. En ja, voor de rest zou ik nu zeggen, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Laat even een leuke reactie achter. Doe het duimpje omhoog en doe het belletje aan. Want dan blijf jij zeker op de hoogte met alles wat we doen en wat er speelt in mijn leven en in Roosland leven. En we gaan zomaar door. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.